Hebben jullie lekker geslapen? Nee, eigenlijk niet. Nee, het is vandaag cijferdag. Nou, ik verwacht wel dat jullie een goed cijfer hebben, hè? Sterkte en heel veel succes. Ik zie jullie straks bij de livestream. Oh nee, het is vandaag. Vandaag alweer? Als ik maar niet die loser van de week word. Laten we maar naar binnen gaan, jongens. In deze klas worden elke week de cijfers op wel een hele bijzondere manier bekendgemaakt. Het gaat echt niet goed komen. Ik hoop zo dat ik niet de loser word. Naast het bekendmaken van de cijfers in de klas, gaat de juf speciaal voor de ouders live op Instagram. Hé, hey, kijk, ze gaat bijna live. Nou, dat is geweldig. Dan zien we eindelijk de cijfers. Ja, ik ben benieuwd. Ik verwacht van Anna en Frits dat ze minstens een 8,5 krijgen. Oh juf, gaan we nog beginnen? Ik ben zo benieuwd naar mijn cijfer. Wacht even. Ik presenteer hier jullie. Dankjewel. Jullie zijn toch heel erg benieuwd naar jullie cijfers, toch? Moet het echt? Hallo, hebben jullie er zin in? Hallo school? School? Het is cijfertijd. Hé, hey, moet je horen, ze gaan de cijfers bekendmaken. We gaan beginnen! Ik weet dat jullie er zelf ook trots op zijn. Nou, ik weet het zeker. En de hele school. En het hoogste cijfer van deze week is een 9+ en is behaald door Kate! Slechte cijfers. Wat als je Louis van de week bent? Oh my god. En Max een 2. Athena heeft een 8. Yes. Een 9. Yes. Oh, ze hebben allebei een 9. Fantastisch. Ik ben echt trots op ze. Nou, ik zet gelijk even in de familie-app. Dan kan heel de familie het even weten. De star en loser van de week stond zelfs in de krant in Italië. Waar toevallig een opa van een van de leerlingen woonde. Moet je kijken. Mijn kleinkinderen hebben een goed cijfer gehaald. Ik ga gelijk skypen met mijn kinderen. Ik lees hier in de krant dat mijn kleinkinderen fantastische cijfers hebben gehaald. Ik ben heel erg trots op ze. Het is magnifieke. Ja, fantastisch hè. We zijn zo trots op ze. Ciao. Doei. Tot de volgende keer. Ondertussen op school was het bijna de tijd om de loser van de week bekend te maken. Heeft een 8. Hoi, dat Henk uit groep 7 heeft een 8 gehaald. Wat goed van hem. Echt, hè? Laten we even naar de rest luisteren. Ik ben wel benieuwd. En dan gaan we nu naar de loser van de week. En de loser van de week is... met een geweldig cijfer, een 1 min voor Femke! Hoe kan dit? Dit is echt een schande voor de hele familie. Oh nee, dit kan toch niet waar zijn? Dit is verschrikkelijk! Zo ging het jaren door, totdat de juffen begonnen in te zien dat het niet goed was wat ze deden. Juf, we moeten even spreken. Momentje. Zeg maar. We moeten echt spreken. Eerst kloppen voordat je binnenkomt. Ja. Chop. Kom maar binnen. Zo,
veel meiden, vertel eens. We willen een klacht indienen. Over het geven van de cijfers. Want dat kan echt niet. Dat is mijn manier. Wat is daar nou mis mee? U roept de cijfers altijd zo hard door de klas? Ja, wij hebben toch ook recht op privacy? Privacy? Wat een onzin. Kent u Pietje nog? Pietje, die zat volgens mij 10 jaar geleden bij mij in de klas. Nou moet u maar eens kijken hoe Pietje er nu bij loopt. Pietje? Hij was de eerste leerling die u 10 jaar geleden tot loser heeft gemaakt. Overal op internet stond dat ik loser was, dus ik kreeg nergens een baan. Het werd alleen maar erger en erger. Nu loop ik er zo bij. Ja, dat was 10 jaar geleden, maar nu hebben we ook Instagram en zo. En nu kan de hele wereld zien wie volgens u de losers zijn. Maar zo erg is het toch ook weer niet als ik jullie 1 keer per week maar tot loser benoem? Nou, lees u dan maar eens dit boek. Zo hadden we het helemaal niet bedoeld. Het was juist bedoeld om jullie te motiveren. Het spijt ons. De school werd weer een normale school, zonder een loser of een star. De juffen moesten alleen nog wel een beetje wennen aan de nieuwe manier van cijfers teruggeven. Jongens en meiden, het is weer cijferdag! Yeah! Oh ja, doe jij even de cijfers uit? Ja. Oh nee. Kom maar in de pauze even mij, dan kijken we wat er beter kan, oké? Dat is fijn, juf, dank u wel. Het is toch beter zo, de cijfers geven? Ja, echt wel. Ja, ja, je leest het goed. Het is het einde. Ja, het einde van de film. Maar mocht je meer willen zien, de bloopers daar zo. Andere film, kan je daar vinden. Of abonneren, maar dat heb je vast al gedaan. Niet? Doen. Hop.